En tadaa! Het eindresultaat. In één keer zie ik zo dat erachter in het donker een vrouw zo in een leunstoel zo. Welke denk jij dat Kai als eerste gaat betreden? Dat we tijdens het opruimen een foto hebben gevonden. Ik hoop dat ik van deze foto straks mijn badkamer kan laten opknappen. Meer plek voor? Want hey. Je kijkt naar deel 2 van mijn vlog over een productieve zondag, waarop we deze rommelkast hebben aangepakt. En straks zie je daarvan het resultaat. Je ziet een pakketje voor Kai. Natuurlijk gaan we weer wandelen. En ik heb misschien wel iets heel waardevols gevonden. Die van onderen? Ja. Nu we toch zo lekker aan het opruimen zijn en een doos naar de kringloop gaan doen, ga ik deze stereo-installatie die ooit van mijn boer is geweest, toch maar eens van mijn keukenkastjes afhalen. Er heel lang plezier van gehad, misschien wel 20 jaar, kan dat? Gaat wel opruimen. En meer plek voor... planten. Lekkere muizenkeutels. Ook wel een momentje. Mijn cd-speler die ik nog jarenlang in de vensterbank heb laten staan. Voor het geval ik toch een keer een cd zou willen draaien. Gaat nu naar de kringloop. En dat betekent dat hier weer plek is voor een plant. En tadaa! Het eindresultaat. Ik ben er echt heel blij mee. Het is echt een gezellig kastje. Met vooral leuke en mooie spullen, maar ook nog wel wat opbergruimte. Dat is toch waar een kast voor bedoeld is. Er is ook wat ruimte vrijgekomen in mijn werkkamerkast, wat goed van pas komt. Het enige wat ik nog moet doen is dat pianolampje wat bovenin staat, moet even een nieuwe stekker op, zodat hij het ook doet. En het lijkt me heel leuk om er een plantje, een hangplantje neer te zetten wat zo helemaal naar beneden loopt. Maar dat moet dan een plantje zijn dat niet zoveel licht nodig heeft. Als iemand een tip heeft voor een klein hangplantje, niet zo'n grote joekels in de keuken, die zo mooi naar beneden kan druipen, die niet zoveel licht nodig heeft. Op de piano heb ik deze, String of Hearts heet die geloof ik. Die doet het oké, maar volgens mij heeft hij eigenlijk wat meer licht nodig. We liepen net langs deze kerk. Jelle wil altijd even kijken bij de kerkjes. En in één keer zag ik zo staan, trampolinepark. Dit is gewoon van binnen een trampolinepark. What the fuck? Het is dat ik niet van leuke dingen hou, maar anders zou ik hier wel een keertje heen gaan. Wil jij een keer trampoline springen? Ja, met jou. Ga ik hier op het terras zitten. Maar vindt God dat wel goed, mensen? Ik heb dus de onhebbelijke gewoonte om bij mensen naar binnen te staren. Soms omdat er een knappe poes voor het raam zit. Soms om te kijken of er niemand thuis is, zodat ik de poes in de tuin kan aaien. Soms omdat ze gewoon allemaal troep in de vensterbank hebben staan. Maar dat gaat meestal wel goed. Meestal kun je best wel goed zien of de mensen thuis zijn en of je even kan gluren. En dan zie je altijd echt de meest wonderlijke dingen. Vooral hele grote tv's. Oh, of een kussengevecht. Maar soms gaat het fout. Net zaten we waren naar een hond aan het kijken, toch? Er zat een hele lieve hond in het raam, in de vensterbank. En dan waren we zo naar aan het kijken en in één keer zie ik zo dat erachter in het donker een vrouw zo in een leunstoel zo naar buiten zit te kijken. Dus die zat ons lekker aan te kijken. Ja, sorry, dan moet je je gordijnen maar dicht doen. Terwijl we naar huis lopen zijn we alvast even het eten aan het kiezen. Een nieuwe burgertent op Uber Eats, hoe heet die? Diego Burgers.
Er was post voor Kai. Want hij had, zoals ik had verteld, had hij over zijn favoriete mandje gekotst. Toen had ik het in de was gedaan, want toen wilde hij niet meer in slapen. Nu af en toe gaat hij wel even weer voorzichtig voelen en likken. Hij heeft er ook weer in gelegen. Het is zijn allerfavorietste mandje. Hij lag er de hele tijd in. Dus ik heb even wat backups besteld. Echt koninklijk groen. Koninklijk blauw. Blauw of groen? Dat weet in de comments. Pookje monster. Hoe praat Pookje monster ook alweer? Deze hou ik. Welke denk jij dat Kai als eerste gaat betreden? Ik denk de groene. We shall see. Jij? En dan denk ik de roze. Maar dit is dus maat M. De grote maat M. Er is ook nog L en XL. Wil je die voor je verjaardag? Ja. Daarvoor tuin in slapen. Als je hem ook wil kopen, link in de beschrijving. En als je benieuwd bent naar hoe Kai reageerde op allemaal andere kattentroep die ik heb gekocht op Wish, linkje in de hoek. Honger. Je bestelling komt dus waarschijnlijk zo aan. De roze? Of toch maar geen van beide. De bestelling is er. De burger ziet er heel lekker uit. Kai. Hij gaat niet in die dingen, maar wel in de tas van de bezorger. Gekke patatten, uieringen en cheesecake. Wat voor cheesecake? Churro cheesecake. Oh, zo'n lekker zacht broodje. Uh-oh. Heeft hij even een tijdje naar zitten kijken? In één keer dacht hij, nou. Oh. En likken. Wat gebeurt daar? Toch even de groene bekijken. En likken. Jij hebt ook een beetje gewonnen. Zo, we hebben heel lekker gegeten. De hamburger was erg goed. Echt een plek waar we wel vaker kunnen gaan bestellen. De churro cheesecake was ook heel lekker. Kai ligt toch weer gewoon op zijn oude plekje in de vensterbank. Het was een fijn, nuttig dagje. Wat ik nog vergeten was te vertellen, dat we tijdens het opruimen een foto hebben gevonden in mijn stapel met belangrijke papieren. De foto is gemaakt door Ricky Powell. En het is een genummerde foto, dus er zijn er maar 300 van afgedrukt. Hij is gesigneerd en er staat ook nog To Bram, Do You, Ricky Powell. Ricky Powell is een bekende fotograaf die veel artiesten en dit soort street, urban dingen fotografeerde, volgens mij. Ik was vergeten dat ik hem had. Ik heb hem ooit gekregen bij een event van Jesse's moeder in Amsterdam. En ik ben blij dat ik hem tussen mijn belangrijke papieren had gedaan. Anders was hij niet meer zo netjes geweest. Want ik ging even kijken op internet wat een gesigneerde foto van Ricky Powell opbrengt. En ze beginnen eigenlijk niet onder de 1000 euro. Dus het zou toch wel een hele leuke fonds zijn als dit gaat lukken. Ik heb hem net op eBay gezet. En mocht je een grote Ricky Powell fan zijn, hij staat op eBay. Ik hoop dat ik van deze foto straks mijn badkamer kan laten opknappen. Ik ben benieuwd, heb jij wel eens tijdens het opruimen iets gevonden wat heel veel geld waard bleek te zijn? Of wat, iets wat juist helemaal niks waard bleek te zijn, waarvan je hoopte dat je er rijk van zou worden. Wij gaan lekker slapen. Tot de volgende vlog. Kijk maar even. Doei. En mocht Kai nou morgen in één van deze drie mandjes wakker worden, dan zou ik het nog even filmen. Het is de volgende ochtend. Hier ligt hij niet. Hier ligt hij niet. Hier ligt hij. Oh, lekker zeg. Ben je zo blij met je nieuwe mandje?